Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met giga veel voordeel over naar een alles in één glaspakket van Kaiway. Zowel wat betreft de inhoud als wat betreft het politieke beleid. Het is je niet in de koude kleren gaan zitten. Maar ik weet ook heel zeker dat je in deze afgelopen jaren nog veel meer van Almelo bent gaan houden als je al deed als Tweede Kamerlid. Het verhaal gaat, dat heb ik echt van horen zeggen, dat je bij de eerste collegevergadering binnenkwam op hele hoge stilte. Ja. Die baarde nogal optie. Voor in de tuin kunst. Anja, je bent iemand die makkelijk benaderbaar is. Dat hebben we echt goed vernomen. En dat is in het overleg heel vaak ook het geval geweest. Maar ook buiten het overleg konden we elkaar heel makkelijk aanspreken. We kwamen elkaar nog al eens tegen, alhoewel ik niet lopen, maar ook een receptie vanmiddag hier op het stadhuis, waarin je heel veel complimenten hebt gekregen van allerlei mensen. Word je daar verlegen van? Nou, ik word er wel een beetje stil van. Ik heb het gedaan op mijn manier en dat is natuurlijk ook de enige manier waarop ik het kan doen, zeg maar. Maar ik vind het wel mooi dat veel mensen herkend hebben ja, waar het voor mij om gaat. Dat ik het doe voor de mensen in deze stad en dat ik daar het beste voor wil bereiken. En ja, dat klonk wel nadrukkelijk door in de speeches en daar word ik wel blij van. Ik hou ervan om gewoon in mijn fietsje op pad te zijn in de stad of lopen en met mensen in gesprek te zijn. En natuurlijk zit je ook achter je bureau en moet je stukken lezen en moet je dingen verzinnen. Maar het gaat uiteindelijk om die mensen in onze stad. Daar doe ik het voor. Ik heb het geweldig gehad hier. Ik vind Almelo een geweldige stad. Daar zal ik ook altijd een speciale band mee houden. Maar zoals al eerder gezegd, de balans raakt een beetje zoek en dan moet je soms moeilijke keuzes maken. Nu neem je afscheid van ons team. Dat doet ons heel verdriet. Want zo'n leuk gek mens, die vervang je zomaar niet. We gaan je echt missen. Niet slechts omdat je zoveel kan, ja. Maar om wie je bent. Oeh, Anja. Anja. Allemaal. Anja. Ze ook zien lopen in de stad en vooral bij het theaterhotel, die prachtig verklede jonge mensen. Dit weekend was er het Anime Festival. Anime is de Japanse verbastering van animatie en met anime wordt bedoeld alle animatieseries die afkomstig zijn uit Japan. In Japan is anime razend populair onder de jeugd, maar ook onder volwassenen. Het fenomeen verspreidde zich over de hele wereld. Zo ook in Nederland. Fans ervan verkleden zich als hun favoriete anime-personage en dat heet cosplay.
Tijdens het festival werden er films vertoond, waren er workshops en een beurs met allerlei spullen over Japanse strips en stripfiguren. Twee Japanse popgroepen traden op en Helen McCarthy, een internationaal uitgegeven auteur, signeerde haar boeken over de Japanse stripheld Osamu Tezuka en de animatieheld Hayao Miyazaki van het Oscar-winnende Spirited Away. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Hengelo. Heeft dat een betekenis? Wilt u iets uit of is dat zomaar fantasie? Een soort van Alice in Wonderland. Ik heb gewoon iets uitgezocht en bij elkaar geraapt. Wij zijn toen inderdaad op Sportpark begonnen en er waren toen tribunes waar wij het publiek op hadden en de kleedkamers en zo waren volgens mij allemaal nog van hout. Dus dat was vroeger was dat was dat al heel wat voor in die tijd. P60 zijn we naar het Maatveld gegaan en het Maatveld hebben we eigenlijk heel veel jaren een eigen grasbaan gehad met eigen accommodatie, alles erop en eraan. En in 1999 hebben we eindelijk voor elkaar gekregen om echt de kunststofbaan te krijgen. En dan ook het complex wat wij hier nu hebben staan. Het complex wat er nu staat is natuurlijk prachtig. Hè? We hebben boven de kantine met het terras met een mooi uitkijken. Zeker met dit weer. Dat is toch gewoon prachtig bij zo'n wedstrijd. Hoe staat een club als Sisu ervoor? Hoeveel leden zijn er? Momenteel zitten we op 380 uit mijn hoofd leden ongeveer. Heel veel jeugdleden. De loopgroepen zijn goed vertegenwoordigd. Het is in het verleden wel iets meer geweest, maar we zijn nu weer hard eraan trekken om weer meer leden te krijgen. Hetzelfde, je ziet met name bij de jeugd dat de atletiek heel populair is. Bij de junioren, begin senioren, zie je heel veel leegstroom. Kijk, we zijn Almelo, we hebben geen hogeschool, dus iedereen die gaat studeren, tenzij ze Enschede willen ze nog wel eens blijven, maar heel veel jeugd trekt weg. Meestal als ze weer terugkomen in Almelo voor werk en zo, dan zie je dat de groep weer terugkomt. Het extra leuk. We hebben ook bijna 100 deelnemers dit jaar. Dus eigenlijk een record voor de clubkampioenschappen. En we hebben een braderie hier op het complex. En vanmiddag hebben we dan nog ook weer een hapje en een drankje. En een beetje het officiële gedeelte voor de echte viering van het 75-jarig jubileum. Die oud-leden, trekken die vanmiddag ook nog een keer de spikes aan? Als het goed is, er staat daar een clubje van zo'n 10, 15 man. Die gaan zo meteen de spikes. Ik weet niet of ze op spikes lopen, maar ze gaan in ieder geval gaan ze nog tegen elkaar competitie voeren. 75 jaar, voorlopig is het nog lang niet het einde van Sisu. Nee, zeker niet. Nee, de 100 jaar is in zicht. En we hebben nu de vereniging mooi op de rit. Dus we gaan eigenlijk voor nog 25 jaar en dan krijgen we het 100-jarig jubileum. Hoe lang bent u lid? Nou, is. Ik was toen 25 jaar. Oké. Okay. Ja. Dat is 60 als ik het goed heb. Ja. Mooi, knap. Ja, maar ik doe het nog wel. Is. Oh ja, u loopt nog? Klein beetje. Maar nu vanmorgen ben ik ook de hele wij rond gaan lopen. Oké. Okay. Ik heb nog met die mensen gepraat. Gezellig. Mooi. Hartstikke goed.
Arnold Leus, een lid van ons, die gisteren woonde, die kwam in de tijd vanuit gisteren naar het Maatveld lopend, trainde daar en liep weer terug naar gisteren naar de training. En op een gegeven moment deed hij mee aan de marathon van Amsterdam. Daar won hij een fiets. En hij was met de trein naar Amsterdam, dus hij stond met de fiets op het station. En de fiets kon niet mee in de trein. Dus geen bezwaar voor Arnold, die stapt op de fiets en die is van Amsterdam terug naar Geesteren gefietst. Achter mij ligt het regenboog zebrapad. En dat staat symbool voor lesbische mensen, voor homo's, transgenders. En biseksueel onder andere, ja, ik vergat er eentje. Die zijn toch op veel plekken in de maatschappij niet altijd zichtbaar. Of worden toch nog gediscrimineerd, ook in Nederland. Weliswaar niet zo erg als in andere landen, maar ook hier. En dit symboliseert toch dat zij er ook bij horen. En iedereen die de stad binnenkomt lopen vanuit het station, ja, die loopt over dit pad. En niet iedereen zal het lampje gaan branden, maar veel mensen die hebben toch iets gelezen van over de regenboog. Het zij een vlag of een zebrapad of een andere uiting. Van hey, dat hoort daarbij. Ja, nou, van GroenLinks waren er al meer initiatieven genomen in het land. Maar iedereen heeft ook wat druk nodig om geactiveerd te raken. Dat weet ik ook. En Koen Heldenweg, betrokken Almeloer, die tipte mij nog eens een keer van goh, dit zie ik nu in Zwolle, dit zie ik daar. Is dat iets voor Almelo? En toen heb ik dat opgepakt. En samen met de raad, een groot deel van de raad, 29 stemmen voor, dus maar een paar tegen, is het initiatief genomen in mei. En de wethouder, moet ik zeggen, mevrouw de Zeldam, heeft dat met een ambtenaar netjes uitgevoerd. Ik zei net al tegen haar, de motie is van A tot Z uitgevoerd. Het ging om de plek, het ging om de kleuren, het ging om op Coming Out Day, wat vandaag is, op 11 oktober. Dus ja, dat valt allemaal goed samen. Ere die ere toekomt. Het is een motie van de gemeenteraad overhoofd geweest. En wel op 10 mei. En die hebben het college verzocht om een regenboog zebrapad aan te leggen in het centrum van de stad. En het centrum van de stad hebben wij gezien. En dan moesten we in samenspraak doen met het COC Twente en de Achterhoek. En wij moesten net op 11 oktober Coming Out Day bij voorkeur onthullen. Mark die deed een oproep in zijn speech van dit is een symbool, het is niet voldoende. Daar heeft natuurlijk volkomen gelijk in. Je moet ook in je beleid dingen doen. Het kan zijn het onderwijsbeleid, ook in je personeelsbeleid. Ouderenbeleid binnen de WMO, hij noemde het ook. Binnen verpleeghuizen, verzorgingshuizen. Ja, overal valt natuurlijk nog wel slag te maken. Mensen voelen zo niet meteen overal thuis die tot deze groepen behoren. En dat zou wel zo moeten zijn. Thank you.
Ah, Dikkie Dik is moe. Gaan Dikkie Dik, Poes, Muis en Beer nou eindelijk slapen? Wat denken jullie? Ja. Nee hoor, het lukt weer niet. En dan zegt Poes, Muis, ik wil ook slapen, maar ik ga weg. Wat ga je doen, Dikkie Dik? Ik ga bij Piebe slapen. Arme Dikkie Dik. Hij is helemaal alleen. He got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, it's turning on at night time into the day. And after all the violence and double talk, was just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk all night. You do the walk all night. In november staat een nieuwe cursus Minikronieken, die georganiseerd wordt door de Stichting Nieuwe Twentse Kunst. De cursus vindt plaats bij de lokale omroep Avisie Almelo. Een minikroniek is een korte film van 5 à 10 minuten waarin de hoofdpersoon zijn levensverhaal vertelt. Ja, in de cursus Minikroniek leer je videotechnieken, je leert interviewen en je leert monteren. Er zijn veel mensen die wel met film bezig zijn, maar dat soort technieken nog niet onder de knie hebben. En ja, wij hebben gemerkt dat daar veel interesse voor is. De minikroniekcursussen worden gegeven door documentairemakers. En die hebben wij een training gegeven om dit lesprogramma te geven aan deze cursisten. Dus het gaat niet alleen om het filmen, het gaat ook om de ontmoeting. We willen heel graag cursisten hebben uit eigenlijk heel Almelo en omstreken. Die graag een verhaal willen vastleggen van een ander mens. En dat mag een ander mens zijn die ze zelf kennen. Dat mag bijvoorbeeld je vader of je moeder zijn. Maar je mag ook kiezen uit een van de cliënten van Zorgbureau Maatwerk. Die speciaal voor deze cursus mensen hebben aangemeld met een heel interessant verhaal. Zorgbureau Maatwerk is een instelling voor mensen die zorg nodig hebben op welk gebied dan ook. Ik bied ambulante begeleiding, woonbegeleiding. Bij mensen met lichtverstandelijke beperking en die ook hier kunnen komen voor een structuur in de dag.
Ik heb cliënten gevraagd of zij hun verhaal willen vertellen. Van cliënten wat ik dacht, van die hebben een interessant verhaal te vertellen. Waar heel veel mensen wat van kunnen leren, hoe veerkrachtig iemand is en hoe je weer terug kan komen in de maatschappij. En ik gun het mijn cliënten gewoon dat hun dat podium krijgen, dat ze dat mogen vertellen. Dat geeft hun ook weer een stukje eigenwaarde terug. Dat vind ik mooi. Ze hebben erover nagedacht. En heel wel overwogen hebben ze de keuze gemaakt, ik ga het doen. Ik wil het wel, ik wil het vertellen. Dus dat vind ik wel heel mooi dat ze dat willen delen. Nou, dit is een project dat valt onder de projecten van de Stichting Nieuwe Twentse Kunst. En wij hebben van de gemeente Almelo een subsidie gekregen om dit project uit te voeren, omdat het heel erg gaat om cultuurparticipatie, dus deelname aan culturele activiteiten door mensen die dat normaal gesproken misschien niet zo snel zouden doen. Cursisten kunnen zich aanmelden via de website van de Minikronieken. Dat is minikronieken.nl. En daar kun je bij cursusinfo kun je zien wat de cursustijden zijn. En daar zit ook een knop om je aan te melden. Shall we begin? Ja, we gaan draaien in zijn. This is not a drill. Is that all you got? Let's begin. Heel goed. Ja? Keurig. Een stukje achter hebben, dat moet hij. Eentje zo maar. Keurig, keurig.
Goed naar achteren. Ja, goed achter het zadel, hè. Zit nou nog. Ja, jullie ook bedankt. Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met gigaveel voordeel over naar een alles-in-één glaspakket van Kaiway. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Ja, zeker mag het licht uit. Heel graag zelfs. Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte kun je zien wat een enorme hoeveelheid kunstlicht er door ons land geproduceerd wordt. Dat kan beter, dat kan gezonder, dat kan duurzamer. En het mooie voordeel daarvan, dan kunnen we eindelijk weer eens genieten van die pracht van de sterrenhemel. Dus ik zou zeggen, doe allemaal mee en ga naar nachtvandenacht.nl. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Het theaterhotel in Almelo stond voor één weekend in het teken van de Japanse popcultuur. Voor het hotel en in het centrum van Almelo keken de voorbijgangers vreemd op bij het zien van verklede jongeren uit binnen- en buitenland. Heeft u ze ook zien lopen in de stad en vooral bij het theaterhotel? Die prachtig verklede jonge mensen. Dit weekend was er het Anime Festival. Anime is de Japanse verbastering van animatie en met anime wordt bedoeld alle animatieseries die afkomstig zijn uit Japan. In Japan is anime razend populair onder de jeugd, maar ook onder volwassenen. Het fenomeen verspreidde zich over de hele wereld. Zo ook in Nederland. Fans ervan verkleden zich als hun favoriete anime-personage en dat heet cosplay. Tijdens het festival werden er films vertoond, waren er workshops en een beurs met allerlei spullen over Japanse strips en stripfiguren. Twee Japanse popgroepen traden op en Helen McCarthy, een internationaal uitgegeven auteur, signeerde haar boeken over de Japanse stripheld Osamu Tezuka en de animatieheld Hayao Miyazaki van het Oscar-winnende Spirited Away.
Waar komt u vandaan? Ik kom uit Hengelo. Ja, heeft dat een betekenis? Wilt u iets uit of is dat zomaar fantasie? Een soort van Alice in Wonderland. Ik heb gewoon iets uitgezocht en bij elkaar geraapt. In Enschede was een congres vanwege 100 jaar brandweer Nederland. Op het luchthaventerrein kwamen brandweerlieden uit het hele land bijeen. We hebben hier doorlopend demonstraties. U kunt hier achter mij het oude brandweermateriaal zien. We hebben natuurlijk ook, kijken ook naar voren, naar de toekomst. We hebben nieuwe innovaties, we hebben demonstraties, we hebben workshops, masterclasses. Er is eigenlijk heel veel te doen. Dus geven hier vandaag een demonstratie voor ons collega brandweer. Mensen uit heel land over specialistische technische hulpverlening. Hier achter ons zien we een instorting hebben geïnstalleerd. Er ligt een slachtoffer in en die proberen we met alle hulpmiddelen die we gekregen hebben eruit te halen. Dit is een aanvullende dienst die we sinds een half jaar ongeveer binnen de brandweer hebben. Om echt bij rampen waar we momenteel vastlopen dat we het niet helemaal kunnen, nog een stukje aanvullend kunnen om misschien toch nog een aantal mensen eruit te redden. Voor de rest ben ik gewoon vrijwillig brandweerman en blus ik ook brandjes en net als iedere brandweerman. Ja. En waarom hebt u gekozen voor het beroep brandweerman? Een passie om mensen te helpen. En de kinderen vinden het natuurlijk wel stoer dat papa bij de brandweer zit. We zijn van historie brandweer Hengelo. Ik ben lid geweest van de gemeentebrandweer. We zijn ook toen die tijd bij de bedrijfsbrandweer. De meeste mensen van de historie zijn allemaal oud brandweermensen, maar ook van de bedrijfsbrandweer. Ik was brandweerman bij de centrale. Later ben ik overgegaan naar de gemeente toe. Dus als er nou brand is in Nederland, is alle brandweer hier? Nou, er zijn er wel veel, maar we hebben het gisteren uitgerekend. Dit is ongeveer 3% van alle brandweercollega's uit Nederland. Dus als er ergens iets gebeurt, dan is het nog steeds veilig. Bekken bestaat 750 jaar en om dit te vieren werd het hele dorp uitgenodigd om naar familiepretpark De Waarbeek in Hengelo te komen. De Waarbeek werd vrijdagmiddag speciaal vervroegd geopend voor kinderen uit Bekken. Directeur Arjan van Bavel nodigde het hele dorp uit om gratis naar het pretpark te komen vanwege het 750-jarig bestaan van Bekken. We hebben vandaag Beckham op bezoek. Is heel erg gezellig. Zij zijn namelijk 750 jaar bestaat het dorp. En daarom hebben wij ze hier uitgenodigd. In feite hebben we gewoon tegen het hele dorp gezegd van we nodigen jullie uit. Maar er is een stichting, 750 jaar Beckham. En die heeft zeg maar besloten om het op de scholen uit te delen. En de mensen die te laten inventariseren waar het naartoe ging. En zodoende zijn er dus heel veel kinderen. Maar dat is natuurlijk ook onze doelgroep. Dat is het leukste hier ook op de Waarbeek. Ik heb even rondgelopen net. Ik ben nog niet langs de kassa geweest, maar ja, om naar bij de 200 kinderen moet het op het moment toch wel lopen. Dus dat is zeker gezellig. En we zijn nog vroeg in de middag. Dus. Ook in de winter is het oudste familiepark van Twente gewoon geopend. We hebben een leuk seizoen gehad. We lopen nu tegen het eind aan. We hebben nu nog een paar weekjes zijn we open. En we hebben nog Halloween, we hebben nog de herfstvakantie. Dus er komen zeker nog leuke dingen aan. Natuurlijk de winterwaarbeek straks weer. Maar het loopt lekker, het loopt goed. We zijn er heel erg blij mee. De komende maanden is de pentekeningen tentoonstelling Bonne 1900-1950 te zien in het Dijkhuis in Bonne. Voor de bewoners van het Dijkhuis is het een feest van herkenning vanuit vroegere tijden. Dames en heren, we zijn hier in het Dijkhuis en is net geopend een tentoonstelling van Frits Soetman. Die zelf nu verblijft in Finland en al 21, 22, 23 jaar weg is uit Bonne. Maar als kind hier is opgegroeid. En de herinneringen via een pentekeningen en via een groot aantal pentekeningen van het oude Bonne tussen 1900 en 1950 laat zien. En dat is op de plek waar we het doen, is het Dijkhuis. Dat geeft ook voor mensen die hier verblijven de herkenning en de herinnering van God, zo was het vroeger. En het laat de jeugd zien hoe ons dorp er vroeger uitzag. En dan zie je dat door de tijd heen een dorp verandert. En ik heb net gezegd bij de openingshandeling, ik ben heel benieuwd of we over 50 jaar dan eens een keer iets zien van de Bonnese Maten bijvoorbeeld. Want die is dan ook 50 jaar ouder. En dat neemt ons wel mee in onze herinnering. En ik denk dat het voor iedereen in Bonne de moeite waard is om hier een bezoek te brengen. Mijn naam is Frits Soetman, ik ben 53 jaar. Ik woon in Espoo, Finland. Ik ben tot en met 1987 woonachtig geweest hier in Bonne.
Ik ben daarna 21 jaar naar Zwitserland gegaan en woon nu sinds 8 jaar in Finland. We zijn hier in het atrium, het dijkhuis in Borne, waar vanavond om 7 uur door de lokale burgemeester Mulder mijn tentoonstelling van Borne 1900-1950 geopend wordt. Mijn naam is Herman Kamps. Ik ben hier vrijwilliger op de verpleegafdeling. Ik loop hier met heel veel mensen rond, ook van bewoners die hier ginds wonen. En dan hoor je wel eens wat van, wat zou het leuk zijn als ze iets zo vroeg kunnen weten. Nou, ik ken Frits Zoetman van Facebook en is ook een oud trainer van mij samen, elftal gedaan bij BV Borne. Dat was perfect en ik kwam hem sinds een half jaar terug weer tegen op Facebook. Samen met Bart hebben we dit georganiseerd met 3 man en dit is het resultaat en we staan in die kleine atrium. Dat is een tentoonstelling die gaat over oude gebouwen, straat, sceneries die er niet meer zijn. Heel bekendbaar voor de mensen, vooral die hier wonen in het dijkhuis. En dat was eigenlijk ook ons idee. Ik heb natuurlijk zelf heel veel foto's thuis gehad van Borne. En op een gegeven moment hebben we gezegd, Herman Kamst en ik, van oké, we gaan niet alle tekeningen maken die al door een andere kunstenaar gemaakt zijn. Ik wil juist die gebouwen laten zien die een beetje vergeten zijn. Bijvoorbeeld het stationnetje van Senderen of het ziekenhuis van Bonnebroek. En dat wou ik eigenlijk laten zien. Vooral om de mensen hier een aanstoot te geven om weer met elkaar over hun verleden in het dijkhuis te praten. Iemand heeft mij ooit eens gezegd in mijn grauwe verleden van ik ben een kunstenaar in het weglaten. En ik probeer dingen die mij dan zelf storen op de tekening of die op de tekening niet mooi tot uitdrukking komen weg te laten. En een stijl voor mij is niet zo gedetailleerd te tekenen eigenlijk. Die tekening die kom ik elke dag tegen, want in werkelijkheid staat dit gebouw er nog. Het is het oude gemeentehuis en het is nu in functie van een restaurant. Het staat naast het nieuwe gemeentehuis. En dat is eigenlijk het bestuurlijk centrum van Borne geweest een hele lange periode. En het nieuwe staat er meer verbonden, maar er zit zelfs nog een verbinding aan tussen het nieuw en oud. En dat betekent dat het bestuurlijk centrum iets is opgeschoven naar rechts of naar achteren, zoals u het wilt. Maar het is nog steeds in functie en het huis voor iedereen in Borne die vragen heeft of graag in contact wil komen met de overheid. En wij staan hier naast een speciale tekening. Ja. Mijn vrouw, ik kom zelf uit Diepenheim. Mijn vrouw komt uit Borne. En hier op de bleek waar vroeger nou Albert Heijn zit, zat de café van Weersel. En met een van die dochters ben ik getrouwd. Vandaar dit mooie tekeningetje. Ik heb hem weggehaald bij de beeldbank in Borne, dus vandaar. En wat betekent het voor jou om deze tekeningen specifiek over Borne te maken? Een stukje liefde van mij naar de gemeente Borne, naar het dorpje Borne toe te uiten. Want ik woon 30 jaar in het buitenland. Maar Borne is altijd een stukje mijn hart geweest. En ik kom 1-2 keer in het jaar terug naar Borne. Om gewoon mijn tank weer bij te vullen. Vrienden te treffen. De Twentse cultuur weer op te snuiven. En dit is voor mij gewoon een stukje heimwee. Wat ik in Finland dan tot uitdrukking breng op papier. Toen we gisteren aan het opbouwen waren. Toen kon je al zien dat er veel mensen die hier wonen. Hier langs gaan en kijken. Hé, daar heb ik gewoond. Dat is leuk. Nou, dat wil ik graag zien. En dat denk ik ook dat het lukt. Zal geen probleem zijn. Ik hoop dat er veel mensen komen kijken van jong tot oud. En dat er veel verhalen loskomen. Misschien dat bepaalde mensen geëmotioneerd raken of niet. Dat zou hartstikke mooi zijn. Iedereen is van harte welkom. Zijn er nog speciale dingen die je hoopt dat er gaan gebeuren? Dat we veel plezier hebben met elkaar. En dat de mensen die hier wonen daar plezier mee hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is het belangrijkste wat er is. Uit 240 jonge boerinnen gekozen worden en op de nationale boerinnenkalender komen. Het overkwam de 19-jarige Mabel Dibbets uit Boekelo. Het was niet alleen een leuke shoot, maar Mabel wilde met deze shoot ook de andere kant van het boerenleven belichten. En dat is mooi gelukt. Ja, ik vond het een leuk initiatief. Mooi om te laten zien hoe het boerenleven is en hoe boerinnen ook kunnen zijn. Er zijn ook veel media dingen wat allemaal niet zo positief is. En dit is echt wel ook een mooie kans om daar ook gebruik van te maken. Om ook een beetje de agrarische sector in het zonnetje te zetten. Dat vind ik heel leuk. Is er een bepaald stereotype voor boeren? Ik denk een beetje wel over dat het wel harde werken zijn. Maar ook dat boerinnen toch minder sexy kunnen zijn. Of lomp de hele dag in hun overal rondlopen. En dat is niet zo. Dus. En neem je later de boerderij ook over? Dat weet ik niet zeker. Het kan wel natuurlijk, de optie is er wel. Ik heb nog niet echt gezegd dat ik dat zeker ga doen, maar ik zou het ook wel heel leuk vinden. Ja, als je het leuk vindt, als je plezier aan hebt,
Dan is het allemaal heel mooi. Dan is het echt voor mij een grote ontspanning en echt trots erop om hier het allemaal zo te kunnen onderhouden en voor de dieren te zorgen. En trotse boerin, ja. Dit was Twente Breed voor deze week. Elke werkdag vanaf 7 uur in de ochtend kun je luisteren naar 1 Twente Radio. Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 1 Twente Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.